Welkom, beste kijkers! De Passabende gaat het vandaag hebben over de zuurpruimen in ons land. Ik stel u voor, de zuurpruimen. Sommige mensen trekken altijd een zuur gezicht. En sommige mensen vinden zich te cool om ooit eens te lachen. Het zuur kijken leidt soms tot grote problemen. Kijk je nou, jongen. Kijk zelfs zo. Vind je ruzie? Ja, misschien wel. De oplossing voor het probleem is de smoelentrekker. De smoelentrekker is zo zuur dat je er onmiddellijk gekke bekken begint van te trekken. We doen de test! Let's go! Hier is een zuurpruim aan het slapen. Ik zal een stukje van deze smoelentrekker in zijn mond doen. Kijken wat er gebeurt. Wij adviseren aan alle hasselaren, neem niet meer dan 1 smoelentrekker per dag. Na langdurig gebruik, raadpleeg uw arts. Het zorgt voor platte stoelgang en braakneigingen. Ze krijgen een wc. Daar. Stilte voor opname. 3, 2, 1, actie! Wij zijn de kinderen van het Kabaske en wij hebben de oplossing voor zuurpruimen gevonden. Smoelen!